Goedemorgen, het is maandag. Het is vandaag wel een bewolkte dag. We zijn begonnen aan week 2 in Portugal. Ray is aan het chillen met zijn iPad. Ik ben aan het werken. Al die meetingen gehad. We hebben ondertussen de voorbije week eigenlijk best wel wat kunnen doen. We hebben wat extra meubels gekocht, want het is hier nog niet zo gezellig zoals we zouden willen dat het is. We hebben daar bijvoorbeeld nog een kast nodig. Nog wat planten gekomen. Dibber is momenteel aan het schilderen. Het is vandaag, het is echt vlak achter ons huis. Godverdomme. Fire near our house at Salio do Porto aan de Mirador. Oké, thank you. Crazy. Het is aan het branden achter ons huis. My heart. Fucking hell. Brand weer zonder. Fucking hell. Oh, miserie. Aan de andere kant. It's fucking crazy. We zijn overal de daken aan het spuiten omdat ons dak van asfalt is. Als er glinsters opvallen, dat zou kunnen dat ons huis zou kunnen branden. Momenteel zit het dus hier vlak achter een natuurgebied waar ik al een paar keer ben gelopen. Hoe schiet dat in brand, hè? En dat is pakt op 150 meter. Dus er staan nog één rij huizen tussen en dan is het ons huis. Dus ik hoop dat het de huizen niet bereikt. Niet. Dat zou triest zijn. Goed nieuws, de brand is onder controle. Amai, mijn hart heeft zo hard geslaan. Ik heb met een paar Portugezen gepraat en die zeiden, is het de eerste bosbrand? Ik zeg ja, ze moesten een klein beetje lachen, ze zijn hier al gewoon blijkbaar. Zeggen ze, we hebben goede brandweermannen. Ik zeg ja, hoe ontstaan die branden? Zeggen ze, ja, sowieso aangestoken voor het hout dat goedkoper wordt ofzo. Ik snap dat niet echt, mijn boos. Ik ben blij dat het onder controle is. De kindjes zijn rustig blijven doorslapen. Ik zie dat ze nog wat water aan het bijpakken zijn met een tankwagen daar. Komt goed. Een jok? Wat voor vloerenplek? Een goede manier om je beurs leren kennen, hè? Hé, ho! Het is daar dus dat gisteravond heeft gebrand. En daarachter ook nog een stuk. Quem canta comigo, canto meu refrão. Meu melhor amigo é meu violão. Meu melhor amigo é meu violão. Já chorei. Nee, wat heb je besteld? Wat heb je besteld, Ray? Oh la 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 la. Hier, eet maar eentje. Kijk, dat moet je opeten. Nee, dat open zijn. Ja, maar je moet dat opeten, Ray. Je moet dat opeten in je mond. En, smaakt het? Ik ga er met citroen over doen, hè. Ja, dat is een dier. Proef maar. Lekker, hè? É meu violão. O refrão que eu faço é pra você saber que eu não vou dar braço pra ninguém torcer. Deixa de feitiço.
Eu nasci sem sorte, moro num barraco, mas meu samba é forte. Ik heb dus officieel mijn eerste stuk echt offroading gedaan met de Defender. Ik moet zeggen, ik was een beetje bang om hem te beschadigen. Het is crazy hoe mooi het hier is. Dit is letterlijk achter ons huis. Een immens natuurgebied. Duingebied. Hierachter zit de baai, dus de zee komt hier binnen. Maar hier is dan nog zo'n rotsje. Hier op het einde staat een kapelletje waar ik nu aan toe wandelen ben. En toen ik aan het lopen was de vorige keer, stond ik aan de andere kant aan die vuurtoren. Waanzin, waanzin, hoe mooi het hier is. Zo, het is niet ongerept, maar het voelt wel een beetje ongerept. Geweldig. En daar staan allemaal windmolentjes boven. Van die houten, zelfgemaakte windmolens. Prachtig, ik kom hier nog lopen aan deze kant ook. En ik kom eens naartoe met Ray. Wauw, wauw, wauw. Echt onder de indruk van de pracht van de plek waar wij een huis hebben. Crazy. En hier gaat het hard naar beneden. En daar is Salir do Porto. Ik denk dat nog even een weggetje is tot daar beneden. E o samba é meu fraco, o meu samba eu digo que é de coração, mas quem cantar comigo. Nog net op tijd voordat de zon ondergaat. Het is trouwens net helemaal herbouwd, dit kapel. Het is dicht. Meu melhor amigo. É meu violão, meu melhor.